De Nationale Kunstbeurs is gisteren afgesloten. De beurs is gehouden in de zaal van G Art Block. Michel Brahim, voorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs, gaf aan dat ook de kunstsector de afgelopen 2 jaren zwaar te lijden heeft gehad van de COVID-situatie. Hier achter mij een fantastische installatie van George Struikelblok. Die hadden we ook bij de opening. Het is goed dat we hem bij de afsluiting weer hebben kunnen hebben. Het gaat over COVID. COVID heeft zoveel met ons gedaan. 2 jaar lang geen goede relaties onderling. Een hoop impact op de economie, maar vooral op de menselijke interactie. En ja, we hebben een mooie digitale beurs. De CIAF.sr website kunnen we niet genoeg propageren. Ga kijken, ga rustig kijken, neem je tijd. Je hebt een uur nodig om al het moois te bekijken. Maar als je hier langs de werken loopt, met je partner, met je vriend, vriendin, dan heb je toch nog een extra. En ik denk, hoe mooi onze website ook is, dit valt bijna niet te evenaren. De stichting heeft een mooie digitale beurs die nog steeds te bezichtigen is. Maar om er fysiek bij te zijn en de kunstwerken van dichtbij te zien is een hele andere ervaring, zegt Brahim. En we hopen dat we dit vanaf nu weer gewoon iedere keer kunnen doen en dat we niet weer met COVID en andere dingen worden geconfronteerd. Het was niet de bedoeling dat ik hier lang ga staan praten. Ik hoop dat iedereen geniet van die kunst en van een drankje. Geniet ervan. Thank you. De Nationale Kunstbeurs is voor de 57e keer georganiseerd.